Weet je waar ik echt diep respect voor heb? Voor mensen die iets kunnen. Daar heb ik echt diep respect voor. En ook mensen die kunnen zingen. Ik kan absoluut niet zingen. Jij? Kun jij goed zingen? Nou, nee. Maar niet zoals we sommige mensen. Soms was je wel eens in de weer met een gitaar. Ja, ik heb wel eens een gitaartje gedaan. Ik heb ook wel eens een keer de nummer van Danny Vera gedaan. Rollercoaster. En dan ging Danny Vera ging beoordelen hoe ik het had gezongen. Dat weet ik nog wel. Ja? Weet ik nog wel, dikke speelde ik binnen zal. En wat vond Danny Vera? Nou ja, dan wel een paar tips. Ja, maar je hebt het mij toen ook een keer toegezonden, maar ik mocht het niet uitzenden. Nee, precies. Ja. Maar iemand die wel kan zingen. Ah. Get home, in the ghetto. People, don't you understand? The child needs a helping hand. He'll go to be an angry young man someday. Take a look at you and me. We too blind to see. Do we simply turn our heads and look the other way? Ja, zo gaat hij de hele tijd door. Wat is hier? Dat is hier goed. Maar wat wel mooi is, er komt net op de app binnen van jij draaide net het nummer van Elvis. Echt gewoon Elvis zelf. Waarop mensen gewoon reageren van is dit nou Elvis of is dit Bouke? Nou, mooie. De weekendbeller. Toch? Nee. Marcel Workel, dankjewel voor jouw app. En we hebben hem aan de telefoon. Bouke. Goedemorgen. Hey Bas. Goedemorgen, hallo. Bouke. Hallo Bas. Hoi. Nou. Wat ik denk dat echt als één iemand de laatste week echt in de spotlight staat en in een rollercoaster zit, denk ik dat jij het wel bent. Klopt dat? Ah jongen, echt ongelooflijk wat er op me afkomt. Echt niet normaal. Ja, want vertel eens, wat is er gebeurd? Want je zit in de uitzending de Tribute, hè, op SBS. Ja. Ja, en in één keer ging het gewoon. En dat was voornamelijk naar dat nummer denk ik ook van In the Ghetto, toch? Ja, nou in de ghetto op een gegeven moment is er iemand die heeft dat gedeeld. Een meisje die heet Samantha. En die heeft op een gegeven moment dat gedeeld op TikTok. Daardoor ging op een gegeven moment de hele boel viraal. En ging ook kijk.nl het op hun TikTok zetten. Waardoor het op een gegeven moment echt ook doorsloeg naar miljoenen kijk. Ja, miljoenen. Ik denk wel meer dan 10 miljoen mensen die sowieso dat hebben gezien, toch? Of niet? En op een gegeven moment is het dus, doorgegaan naar Amerika. Er is een Amerikaan geweest, die heeft het dus ook gedeeld. En die heeft het dus op Facebook gedeeld. En dat is nu inmiddels 10 miljoen keer gekeken. Dat is echt ongelooflijk. Maar je was toch al ontdekt in Amerika, Bouke? Hoe zat het verhaal? Want je bent ooit een keer bij me in de studio geweest. Heb je dat verhaal volgens mij een keer verteld? Nou weet je, ontdekt is natuurlijk, als je in Amerika ontdekt wordt, dan ben je nog maar een druppel op de groeivaart natuurlijk. Want dat is zo groot. Maar ik ben natuurlijk uitgenodigd om op Graceland te komen zingen. En drie keer zelfs. De laatste keer was in het Guesthouse Theater. En dan mocht ik dat theater open. Dat ligt net naast Graceland. En dat was gewoon in 20 minuten uitverkocht. En kwamen echt mensen van over de hele wereld kwamen daar naartoe om mij te zien met mijn band. Dus het was echt een heel groot compliment dat ik dat mocht doen. En doorgebroken, dat is natuurlijk een heel groot iets natuurlijk. Hè? Maar, als je in Amerika doorbreekt, dan moet je wel wat meer doen nog. Nee, dat snap ik. Maar je bent ook bezig geweest met, en nog steeds, je hebt Nederlandstalig muziek gezongen. Nou, nu word je in het hoekje, dat bedoel ik met veel respect hoor, in het hoekje van Elvis Presley neergezet. Maar wat wil je eigenlijk zelf? Ga je verder als de Elvis Presley of wil je ook nog wel graag Nederlandstalig succes behalen? Nou, Nederlandstalig is niet, zeg maar, kijk, Nederlandstalig heb ik altijd, ben ik gaan zingen eigenlijk om een eigen imago op te bouwen. Om niet steeds maar in een hoekje geduwd te worden in het begin van mijn carrière. Want ja, toen ik begon met zingen, toen zong ik heel veel Engelstalig, soul. Ik was fan van Solomon Burke, Jackie Wilson, Otis Redding en ook van Tom Jones. En toen ik die liedjes zong, toen zeiden mensen altijd van jouw stem lijkt op Elvis. Zou je niet eens een keer een Elvis liedje kunnen zingen? En ik kende Elvis niet zo goed. Ik ken alleen Are You Lonesome Tonight, maar eens een keer voorbij komt op de radio. En dus ik had er eigenlijk nog niet zoveel mee. Maar op een gegeven moment kwam er een meisje naar me toe die net zo oud als mij was. Ja, en als je jong bent, dan dat weet je natuurlijk wel, Bert en Bas. Dan wil je natuurlijk voor de meiden zingen. Dus, dus op een gegeven moment ik zei, vind jij dat ook leuk dan? Ja. Nou, dan ga ik speciaal voor jou een liedje inoefenen. En het was toen Dolby Cruel en Return to Sender. En toen kwam ze naar me toe. Ze legde de hand op mijn mond. En ze geloofde niet dat ik het zong. Dus dat was hele mooie aandacht. En daarna kreeg ik echt heel veel optredens in het land. Waardoor ik... ik ben eigenlijk een beetje de jongen genoemd die zo goed Elvis kon imiteren. En dat vond ik dus ook weer niet zo leuk. Want ik wilde wel dat mijn naam ook bekend was. Ja. Dus op een gegeven moment ging ik Nederlandstalig zingen. Omdat
mijn stem dan... Ja, mijn stem werd steeds hoger gepitcht. Het was op een gegeven moment zo hoog dat ik live... Als ik live zong in tenten en zo, weet ik veel, dan was ik zo hees na de tijd. Dus dit is eigenlijk wel de muziek die in mijn comfortzone ligt, zeg maar. En waar ik gewoon het beste bij voel. Maar het is toch ook een mooi compliment dat mensen toch zeggen... Kijk, aan de ene kant snap ik, je wil je eigen doen. Maar als je je ogen dicht doet en je luistert gewoon naar dat nummer... Dan kun je het gewoon niet onderscheiden. Het is toch fantastisch dat mensen dat zeggen. Dat is echt wel een groot compliment, denk ik. Nou, dankjewel. Dat is ook gewoon een heel groot compliment. Want Elvis was in die tijd al op eenzame hoogte. En als je nu gewoon kijkt, de man is al sinds 77 is die overleden. En nog steeds zijn charisma, dat is ongelooflijk. Die man is zo populair geweest. Dan kun je alleen al zien dat er een film in de bios draait... waar gewoon jonge mensen weer naartoe komen... en die dan ook ineens Elvis-fan worden. Ja, kijk, dat doet gewoon de legende van Elvis. En... ik ben ook heel blij dat ik deze kans heb gekregen. Want ik moet niet vergeten dat toen ik op een gegeven moment gevraagd werd... door het programma Waar is Elvis in 2009. Ja, toen kwam ik echt helemaal uit het Nederlandstalig. En ik was helemaal niet zo met Elvis bezig. Maar ze wilden me graag voor het programma. En toen ik dat programma won, toen kwam de fanclub Elvis Matters naar me toe. En die vroegen dus of ik met de TCB-band wilde optreden. En dat heeft mij wel heel veel kansen gegeven om in theaters te mogen optreden, naar Amerika te gaan. En dat, ja, daar ben ik er natuurlijk heel erg dankbaar voor. Ja, en nu is het echt, waar je nu een verkeerd hebben gezegd, vanavond is dus bij SBS 6 de halve finale van de tribute. Ja. En dan zit Ziggo Dome zit eraan te komen, toch? Nou ja, weet je, het is natuurlijk, kijk, als je het zegt, dan zucht ik al. Want, dat is toch fantastisch? Het is natuurlijk fantastisch om daar te mogen staan. Ik wil heel graag in het Ziggo Dome staan met mijn band. En dat zou een droom zijn die werkelijkheid wordt natuurlijk. En ja, laten we hopen dat we daar een mooie plek mogen... Ja. Want ik zag al 21 en 22 april zijn er uitverkocht en 23 april komt eraan. Dus dat zou betekenen als je daar komt te staan, dat je 3 keer daar kunt staan. Nou, hoe mooi. Ongelooflijk, echt ongelooflijk. Jij hebt er al gestaan, toch, of niet? Ja, met VI hebben we de laatste gestaan, maar het is echt als je. Hoe is het? Ja, het is echt niet normaal. Het is echt niet normaal. En die mensen zitten zo dicht op je. Het is echt waanzin. En ik denk met deze muziek, dat is toch kicken voor elke artiest. Helpt het ook dat Johan Derksen lovend over je is geweest afgelopen week? Helpt dat? Oh, zeker, zeker, zeker. Johan is gewoon. Johan is gewoon een hele eerlijke man en die zegt gewoon wat hem op de tong ligt. En Johan heeft natuurlijk ook wel verstand van muziek. Johan, tenminste, kijk, iedereen heeft een eigen smaak. En Johan's smaak, dat is echt de Amerikaanse muziekstijl. Blues, country, Americana. Dat zijn echt die stijlen die in Amerika gewoon fantastisch zijn. Maar hier in Nederland wordt het gewoon niet zo geaccepteerd. Omdat wij leven eigenlijk in een landje wat veel feest viert en een beetje carnaval is, zeg maar. Ja. En dan is het jammer dat gewoon dus... Kijk naar Danny Vera. Dat is zo'n grandioze artiest. En die was al jaren bezig. En door het programma heeft hij gewoon zijn kans gekregen. En een fantastisch hit gescoord met Rollercoaster natuurlijk. Maar er zijn al zoveel mensen die niet ontdekt zijn in Nederland... die gewoon hartstikke goed kunnen zingen... en die gewoon hartstikke goede muziek maken... maar gewoon geen kans krijgen. Hmm. En als zo iemand als Johan dan op een gegeven moment daarvoor staat... dat waardeer ik enorm, want... dan ben je voor mij toch een held. Ja. Nou, mijn vader is nooit enthousiast, hè. Echt, wel naar zijn kinderen toe, altijd wel enthousiast. Maar niet over tv-programma's. En afgelopen, deze week hadden we contact, jij en ik, Bouke, via de app. En ik kom 's middags bij mijn vader. En die had natuurlijk, kijkt mijn vader ook naar Bas, dat hij bij Vandaag in Sight zit. Dan zegt mijn vader van, joh, ik heb Elvis Presley gezien. Wat was die jongen goed? Dat wordt een hele grote, zegt mijn vader. Ik zeg, nou, die jongen die treedt al jaren op, maar... Het toeval wil, pa, dat ik hem vanochtend mee heb lopen appen. Nou, mijn vader is zelfs al enthousiast. Dus als mijn vader al enthousiast is over je zangkwaliteiten... dan word je een hele grote, word je dan, Bouke. Ah, dat vind ik echt mooi. Ja, nee, maar ik vond het echt zo leuk dat hij dat mij... Want ik had hem helemaal niks gezegd. Hij kwam uit het niets met jou. Ja, dat is wel grappig. Ja, is toch mooi. Maar vanavond dus bij SBS, spannend. Het wordt echt, want jullie staan nu nog met de 7 bands of zo? Of met 7 er nog? In half finale? Volgens mij 7. Ja, half finale, 7 bands. En vanavond ga ik het liedje Suspicious Minds doen. Omdat ik heb in de voorgaande programma's dus 2 ballads gedaan. Ja. En ik vond het wel tijd om toch een beetje explosief te worden, zeg maar. Ja. Dus om die adrenaline kwijt te kunnen. Want je bouwt zoveel adrenaline op ook, hè? Ja, zeker. Je bent met zo'n programma bezig. En ik,
Tuurlijk heb ik ook de zenuwen, net als ieder ander. En dan bouw je zoveel adrenaline op. En als je dan bij zo'n nummer Suspicious Minds dat eruit kan gooien. Want bij die ballads moet je toch echt wel onder controle houden. Je moet gewoon je stem laten klinken. Je moet gewoon zorgen dat je het ook gevoelig zingt. Dat je gewoon je gevoel erin kan kwijt kan. Met dat je zo'n adrenaline hebt. Dat is natuurlijk anders als je in theater staat. Dan op een gegeven moment dan doe je zo'n show en dan gaat dat vanzelf. En dan kun je je gevoel erin kwijt. Maar tijdens een show, dan bouw je zoveel spanning op. Dus ik ben wel blij dat ik vanavond even kan knallen, zeg maar. Nou, we gaan hem draaien, Suspicious Minds. En kom je nog een keer bij ons langs op een zaterdagochtend? Zeer zeker, zeer zeker. Je bent vanavond dus niet bij Emmen tegen Vitesse, Bouke? Helaas niet. Ik ben wel de vorige keer bij PSV geweest. Dat was wel een fantastische wedstrijd. Ja, dat snap ik. Dat was een goede uitslag ook. Moet jij vanavond fluiten, Bas? Ik ga die kant op vanavond, dus ja. Dus geen Bouke in het stadion. Succes. Ja, dankjewel. En jij heel veel succes vanavond. Hey Bouke, leuk om met je gesproken te hebben. En blijf zo doorgaan, hè. En kom eens een keer langs in de show, weet je. Ja, dat gaan we doen. Doen we zeker. Deze is ook goed. Deze gaan we draaien, Ben. We call it a trap.